Het is vandaag 5 februari. En hoeveel graden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk een graad of 10, 11. Hey Siri, wat is de temperatuur? Het is nu 6 graden. Zaterdag wordt 2 graden, zondag min 4, maandag min 6, dinsdag min 6. Overdag dan, hè? Woensdag min 6. En 's nachts woensdag tot min 10. Ik denk, ik ga eens even in de kelder kijken, want ik heb nog een mooie koffer met winterspullen. Eens kijken wat daarin zit. Wij dachten dat we geen snowboots meer hadden. Handschoenen. Ah. Nog een stel handschoenen. Hé, hey John. Je snowboots. En die andere heb ik dus verkocht en ik dacht dat we niks meer hadden. En de snowboots van Els. Het is toch een wonder, hè? Oh, heerlijk. Skibroek. Laat maar komen, die kou. En je hebt ook nog een skibril. Heb ik ook, ja. En eentje waar je heel blij van wordt, volgens mij. Yes. Geweldig. Top, wij zijn er klaar voor. Rijkswaterstaat zijn ze voorbereid. Rijkswaterstaat heeft nog genoeg strooizout om in het hele land te strooien. We zijn maximaal opgeschaald. Dat betekent dat we met 546 strooiwagens de weg op kunnen. We kunnen daarnaast nog 350 extra vrachtwagens oproepen met sneeuwploegen, zodat er totaal 850 sneeuwploegen werken. Dat betekent dat er ongeveer 1200 man bezig zijn om de gladdebestrijding uit te voeren. In de verkeerscentrales hebben we mensen extra zitten die de snelwegen in de gaten kunnen houden. Wat regenval en dat duurt heel lang tot aan het begin van de avond. Pas dan begint de koude lucht zich op te hopen in het noorden van het land en trekt die neerslag verder naar het noorden en gaat dan zo halverwege de avond vanaf 7, 8, 9 uur ongeveer over in sneeuw op steeds meer plaatsen en dan gaat het in de nacht van morgen naar overmorgen op veel plaatsen sneeuwen. Dit is dan de weersverwachting voor zondag met in het zuiden van het land ook zaterdagavond en ook in de nacht naar zondag al kans op gladheid door ijzel. En in de rest van het land steeds verder dalende temperaturen, een flink toenemende wind en flink wat sneeuwval. Aan het einde van het weekend is dit ongeveer de weersverwachting voor wat betreft de sneeuwhoogte. Meer dan 20 centimeter in een vrij groot gebied in het zuidoosten en oosten van het land. En wat minder in het uiterste noorden en het uiterste zuiden van het land. Aangekleed voor de Siberische kou. Snowboots. En dat ook. Ja, inderdaad. Skibroek. Finlandjas. Wolletje, nog een wolletje, een t-shirt, trui. Ja. Bandje en een muts. Off we go. Bij de deur heb ik al even gezien. Ja, dit is nou een film. Nou is het mooi hoor. Wat zei je nou? Sta je nooit mooi op de foto? Hartstikke leuk. Nou, met een mooie sneeuwrand daar bij het water. Ik zie echt dat het helemaal zo opgeduin, opgestuwd is. En een matras.
vervangen door elektrische treinen. Het enige probleem is de lengte van het snoertje. Elektrische treinen. Goed werk, jongens. Dag 2. Hij leeft van dat. Hij leeft nog steeds een beetje. Ja. We hebben nog niet een schildpot gemaakt, hè? Nee, dat plakt niet, hè? Nu toch wel, of niet? Ja, nee. Ik heb nou niet de goede. Nee, ook niet? 6,7 graden. Oh ja. Ik heb nou ook niet de goede handschoenen aan, maar denk je dat het niet lukt? Nee. Maar skibril is al fijn, want het mist het de hele tijd. En er gaat niks erachter, het is niet koud in je ogen. Ik zie toch niet veel, dus de wereld is prachtig zo. En ik ben hetzelfde gekleed, alleen niet zo mooi. Nou, daar heeft de laatste 24 uur ook niemand gezeten. Dit is de eerste keer dat de zon weer schijnt na een heleboel dagen. De zon begint te schijnen. Ja. En nou, de mannetjes die hebben goed geveegd, zie ik wel. Ja, verdwijnt er sneeuw voor de zon. En ik ga vanmiddag, als het mee zit, naar het slag. Dat komt zo in beeld. De ijsbaan. Oké. De wegen zijn dus gewoon. En nu ziet het er zo uit. Het is er helemaal ingezakt.